Er gebeuren dagelijks zo'n 30 verkeersongelukken op Curaçao. Als je een beetje pech hebt, word je aangereden door iemand zonder verzekering. Want dan kan je al gauw zelf voor de kosten opdraaien. Dit overkwam Theo van Stichting Uniek. Een van onze onderhoudsteams was onderweg naar Jan Kolk. Eigenlijk voor Sebastiaan, Landhuis Sebastiaan, kreeg dit team een tegenligger. Deze verloor macht over het stuur, zoals dat heet. En dook aan de zijkant in van de wagen van ons team. En ja, dat was gelijk een gigantische klap. De dader heeft geen rijbewijs, geen verzekering en geen inkomen. Theo kan nergens de schade verhalen. Volgens schade-expert Faisal komt dit wel vaker voor. Bij de Enya komt het voor. Het kan voorkomen dat onze klanten getroffen worden door zo'n situatie. Dat er een onverzekerde tegen een auto aanrijdt. En dan proberen we om zo goed mogelijk de klant van dienst te zijn. In de zin van als ze een casco beperkt of meer hebben. Dus casco beperkt of een all-risk hebben bij ons bij de Enya. Dan kunnen we hun schade in behandeling nemen. Het wordt soms wel moeilijk als het een WA is. Want in de WA-verzekering hebben we alleen maar dekking tegen derden. Dus dan zit de klant op dat moment met lege handen. Het is iets die... Het is al een tijdje gaande, dus het is niet iets van het is een nieuw fenomeen. Maar het komt wel iets vaker voor. Zeker als mensen een keuze moeten maken tussen zich verzekeren of zorgen dat er brood op tafel terechtkomt, dat men daarvoor kiest. Volgens Theo wordt er door de politie te weinig gedaan om recidieven te voorkomen. Hij doet dit morgen weer. Ik ben overtuigd. Hij steelt een auto, want hij heeft geen geld. Hij zal dan ook geen verzekering hebben. En bij een volgende slip, want rijden kan hij ook niet, is een ander het slachtoffer.